Geschokte reacties vanwege de dreiging bij het huis van Sigrid Kaag door een man met een brandende fakkel in zijn hand. Het wordt inmiddels duidelijk dat zulke incidenten niet langer op zichzelf staan. Wie is de man die bij Sigrid Kaag op de stoep stond bijvoorbeeld? Naast mij staat verslaggever Sylvain Schoonhoven. Onze terrorismeverslaggever Max van der Bee heet hij. Wie is hij? Het is iemand die al wat langer in beeld is, hè? Al is het maar vanwege de vele filmpjes die van hem opduiken. Even voor de kerst stond hij ook voor de deur bij Hugo de Jonge, waarbij hij ook aanbelde en een hele agressieve toon aansloeg. Hè? Hij waarschuwde Hugo de Jonge van, waarom onderdruk je ons? Als je achter mijn vrienden en familie aankomt, dan zoek ik je op en dan is het afgelopen. Echt hele dreigende taal. Ja. Ook 's nachts dat hij daar voor de deur stond. Nou ja, nu ook weer die beelden in die nachtelijke straat met die fakkel. Een heel onheilspellend beeld eigenlijk. Hè, als je het, ja, hier zien we de beelden. Ja. Ja, en Sylvain, wat mij ook altijd opvalt in de discussies op social media, zie je bijvoorbeeld, ja, die man is niet zo gevaarlijk. Maar wat hij wel doet, is het min of meer de straat waar iemand woont duidelijk in beeld brengen voor een veel grotere groep mensen. Ja, dat is een tactiek die je wel vaker ziet. Hè? Ja. Huig Plug werd een dag na de actie bij Sigrid Kaag aangehouden. Huig Plug, ook zo'n activist. Ja. Ook iemand die er niet voor schuwt om op camera, hè, altijd met een camera in de buurt, mensen op te zoeken thuis. Ja. Hij deed dat bijvoorbeeld bij een rechter in Leiden. Ging daar met een megafoon door de straat van die rechter allerlei dingen roeptoeteren over dat zij betrokken zou zijn bij weer een complot over seksueel misbruik en dergelijke. Nou, je kent dat wel. Ja. En op die manier ben je iemand dus op een eigenlijk hele zware manier aan het intimideren, bang maken en inderdaad een voorbeeld stellen aan mensen die denken van, oh, dus daar woont de schuldige, daar woont de pedofiel of de marionet van het World Economic Forum of wat dan ook. Daar moeten we zijn. En ja, dat kan een precedent scheppen voor mensen die dan wel iets verder willen gaan nog dan deze Max van der Bee. Ja, een aantal dingen die echt heel anders zijn dan pak een beetje 10, 20 jaar geleden. Door de coronapandemie is er een soort van filter in de maatschappij ontstaan. En is die groep veel zichtbaarder geworden die gelooft in afwijkende denkwijzen, waar het op zich niet verboden is. Maar ja. Je merkt dat het een soort van militante... Corona wordt ook wel een contrastvloeistof genoemd, hè? Dus ja. Verschillen die er al wel sluimerend waren in de maatschappij. Mensen die geloofden in allerlei onderliggende complotten. Al dan niet met pedofielen aan het roer die het slecht met ons voor hebben. We hebben nog de vaccinelichtjes gooien ooit gehad bij de koningin. Die was ook iemand die bepaalde denkwijze had. Ja, zeker. En je hebt altijd mensen gehad toch wel die het idee hadden van wij worden geregeerd door een soort satanische bende eigenlijk. Ja. Hè? En deze Max van der Bee die heeft ook hele duidelijke ideeën vanuit zijn geloof. Hij is gelovig en noemt zichzelf een aanhanger van Jezus Christus. Ja. En heeft dus ook vanuit die hoek een soort motivatie om het kwaad te bestrijden. Hij ziet het als het kwaad en hij ziet wat hij doet als deel van echt een soort een derde wereldoorlog die gevoerd moet worden. Tegen die satanische vijand. Wat ook anders is, Sylvain, want ik zei net, er zijn een paar dingen anders. We hebben nu een politieke partij die heeft over aanklagen, opsporen, berechten van bepaalde politici. Ja. En dat is een factor die we een tijdje geleden gewoon niet hadden. Nee, klopt. En daarom wordt er dus ook door veel andere politici echt nadrukkelijk met de vinger gewezen naar Forum voor Democratie. Van jullie scheppen het klimaat. Hè? Ook deze Max van der Bee was uitgenodigd bij die partij om te komen praten. Dus er zijn ook hele rechtstreekse banden tussen Max van der Bee en Forum. Maar die partij voedt dat hele sentiment van er komen tribunalen, mensen worden verantwoordelijk gehouden, mensen moeten boeten uiteindelijk voor het beleid wat gevoerd wordt. En dan kun je de situatie krijgen dat mensen dus het heft in eigen handen gaan nemen met het idee van dat tribunaal, dat ben ik. Ja, dus, bij Pim Fortuyn werd ook al gezegd, hè, de kogel kwam van links. En er wordt altijd wel een beetje gespeculeerd over waar halen mensen hun motivatie vandaan. Alleen, het is van een soort van een beetje versluierd taalgebruik, wordt het steeds openlijker aangejaagd, lijkt wel. Ja, nou, als je het ook hebt over de tribunalen, dat is eigenlijk ook een soort versluierd taalgebruik. Hè? Ja. Want wat bedoel je met een tribunaal? Je kunt natuurlijk zeggen van, ik breng jou voor het gerecht en dan wordt er gekeken of jij je schuldig hebt gemaakt aan misdrijven. En zo dan word jij berecht. Nou dat is wat we de rechtsstaat noemen. Dus daar is niks mis mee. Maar
het onderliggende gevoel is natuurlijk van, ja, er komt een volkstribunaal. Ja. De rechters gaan geen recht spreken. Dat moet het volk zelf doen. En dat doen ze door het heft in eigen handen te nemen. En ja, mensen eigenlijk uit hun huis te trekken. En verantwoordelijk te stellen voor een soort burgerraad die wel beslist of zij schuldig zijn of niet. Dat is het, dat is een soort revolutionair denken. Het is een feit, het is een vorm van revolutie die hier wordt gepredikt met een eigen rechtspraak. En dat is toch voor veel mensen de bijkomende betekenis bij het woord tribunaal. Ja, een andere factor die we vroeger ook niet hadden, is social media. Waarbij mensen nu in een soort van bubbel blijven zitten. Ja. Waardoor ze elkaar, men kan elkaar vrij makkelijk vinden nu. Nou, dat is al heel vaak gezegd, maar dat is ook echt zo. Social media jaagt alles extra aan en maakt het voor mensen die in feite voorheen nono's waren, mogelijk om ineens held te worden. En dat geldt voor Max van der Bee, dat geldt voor Huig Plug, die ook in allerlei filmpjes opdook. Max van der Bee die heeft dan dat Onrecht TV als podium, waarbij hij wordt gefilmd terwijl hij inderdaad de confrontatie met de politie aangaat, naar demonstraties, hij gaat naar Hugo de Jonge, hij reist eigenlijk het hele land door op zijn OV-fiets. OV-fiets rijdt hij altijd met zijn rode petje en zijn gele hesje aan, heel herkenbaar figuur ook. En ja, kijkers gaan hem ook herkennen als van, dat is Max, ja, die gaat er echt op uit, weet je wel. Die zit niet zoals wij achter ons toetsenbord, maar die gaat echt naar die mensen toe. Dus die krijgt een soort heldenstatus. Dat zag je ook bij Huig Plug, die ook zo'n status krijgt op een gegeven moment als van, dat is iemand die staat vooraan in de frontlinie. Wordt heel erg gewaardeerd en dat wordt door die mensen ook als een soort stimulans natuurlijk gezien. Om van, ik moet misschien nog verder gaan dan ik bij het vorige filmpje deed. Ja, maar kijk, veel mensen zeggen van hij is tamelijk onschuldig. Maar we hebben natuurlijk ook Els Borst gehad. Een man die behoorlijk niet goed bij zijn hoofd was. Die heeft ook volgens mij zijn zus gedood. Maar ja, die is wel naar het huis van een oud-politica gegaan. En hij heeft haar wel volgens doodgestoken. Je moet natuurlijk oppassen dat binnen die mensen die het allemaal niet zo letterlijk bedoelen, dat er niet dat soort mensen tussen zitten. Dat lijkt mij voor de AIVD, maar ook gewoon voor de overheid aan zich heel lastig. Waar zit nou precies het gevaar? Nou, zeker. Het geval van Els Borst is natuurlijk Het nachtmerriescenario. Ja. Iemand gaat naar het huisadres van een politica, in dit geval iemand die de euthanasiewet heeft doorgevoerd. En ja, vermoord haar. Ja. Dat was natuurlijk ook het scenario wat denk ik door het hoofd is geschoten van de mensen in het huis bij Sigrid Kaag. Ja. Als er iemand met een fakkel voor je deur staat, die ziet ook echt, als hij naar binnen filmt, want hij filmt door de voordeur, door het raampje naar binnen. En je ziet eigenlijk binnen hele bange mensen rondlopen die denken van wat gebeurt er nu? Die angst is natuurlijk heel voorstelbaar, want je weet niet wat zo iemand gaat doen. Of iemand alleen een statement wil maken of iets wil roepen of een krat groente wil afleveren, zoals gebeurde bij Rob Jetten, die boze boeren. Je weet niet of het een soort ludieke actie is om even een grapje. Of dat iemand daadwerkelijk jouw huis in de fik komt steken met die fakkel. Ja. Dat levert natuurlijk puur angst op. En ja, wie wil er dan nog de politiek in op een gegeven moment als dit straks dagelijkse praktijk wordt? Ja, misschien is de dagelijkse praktijk al dat bewaken van politici. We hebben natuurlijk Mark Rutte op de fiets, wat wij altijd ook heel erg koesteren. Maar dat misschien binnen onafzienbare tijd gewoon. Nou ja, je ziet dat er nu een permanente politiepost staat voor het huis van Hugo de Jonge. Hè? Ja. Voor de kerst ook bezocht door Max van der Bee. Ja, er wordt heel erg rekening gehouden met zwarte scenario's in dit verband, omdat er steeds meer mensen zijn die door alle coronamaatregelen, door alle ellende, steeds bozer worden, steeds gefrustreerder. En ja, maar die toch ook in zekere zin persoonlijke roem nastreven en zichtbaar willen zijn als boegbeeld van die beweging. Dus de overheid moet zich op veel meer scenario's gaan voorbereiden vergeleken met vroeger. Sil van Schoonhoven, dankjewel.